Elvio, de zon schijnt, hè? Ja. Elvio, eerste keer scoren of niet? In het nieuwe shirt. De druk is hoog. Dit voorspelt niet veel goed. Icons voetbal. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Cappy the Shot. De spelers krijgen zometeen een penalty te zien. Die is opgestuurd naar ons. En zij moeten hem vervolgens nadoen. Dus gewoon kopiëren. Dat doen we vandaag met Saad Lazizi en Elvio van Overbeek. Van de treffers. Maar ze zijn niet alleen. Want ze zijn ook met Luc Gietelink. Laten we snel beginnen. Mannen, zijn jullie klaar voor? Zeker. Ik wel. Eerste keer in je shotje, of niet? Ja. Hoe staat ie? Ja, kan wel. Ja, hè? Ja, het staat wel. Het staat wel goed, het staat wel goed. Verwacht ik ook wel van, of niet, Lazizi? Jawel, jawel, jawel. Hij heeft een mooie drip. Hij heeft een mooie drip. Hey, wie gaat er winnen? Ik. Duidelijk, duidelijk. Misschien op het einde wel. De man die al wat ervaring heeft in het shirt van de treffers. Laten we ook gelijk dan naar jouw eerste shot gaan kijken. Kijk, in gezonde videootje. Ja. Makkie. Wel te doen. Hij is te doen, hij is te doen. Ga je als eerst? Je komt hier goed mee weg. Ja? Laat maar zien. Staat hier fetus, man. Hé? Hey. De druk is hoog. De druk is hoog. Hé, hé, hé. Die tellen we niet, man. Ja, die tellen we wel. Hey. Kijk eens. Maakt je toch? Deze is ook te doen. Eerste keer scoren dan, hè? We beginnen wel rustig, dus ja. Laat maar zien! Elvio, de zon schijnt, hè? Ja. Elvio, eerste keer scoren of niet? In het nieuwe shirt. De druk is hoog. Dit voorspelt niet veel goed. En dit is een duidelijk overwinnaar. Zag je die sluipen? Dit is een duidelijk overwinnaar. Lazizi 1-0. Dat was niet best, hè? Komt goed. Komt goed. Ja, als hij het kan, onder druk in de wedstrijd. Ja, lukt me wel. Moet jij het ook wel lukken? Vertrouwen is er. Precies. Laten we beginnen. Laat maar zien, Saad. Yes, sir. Ik ben benieuwd. Kom maar. Ah. Ja, Lucky, was je weer te laat, hè? Elvio, je moet nu, hè? Je moet! Ja, ik moet. Die wordt er aardig ingeschoten, ja, hoor. Wel, ja? Ja? Die heb ik liever, man. Ja, wel, overtuiging. Elvio, je moet nu, hè? Anders sta je 2-0 achter. Van Overbeek achter de bal. Wat gaat hij doen? Oei! Ja, 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 dit is een scheidsmomentje. Dit is een scheidsmomentje. Dit is een fucking moment. Heb je net niet met hem gekeken? Hey, heb je net niet met hem gekeken? Fuck. Nee. Scheids. Is goed. Scheids. Dit lijkt me wel weer een duidelijke. Weet je wat? Nou. Oh joh, het zit niet mee, Hentje. Van mij mag je, Olle, van mij mag je een punt krijgen. Nee. Ik moet streng zijn. Dat is gewoon een duidelijke punt, hoor. Ik moet recht. Voor wie? Voor mij. Waar heb je het over? In jouw beeld boven geschoten. Die van hem was gewoon in het midden. Ja, hij is gewoon ook in de midden. Nee, hij is gewoon in de hoek. Scheids. Hij moet in de hoek. Ik geef één punt. Ik wil een fout. Hij moet in de hoek. Saad Lazizi. Kom aan, man. 2-0. Maar wees niet getreurd. Want bij de volgende penalty kan je 3 hele punten verdienen. En als je dus wint, dan heb je ook echt gewonnen van het hele spel. Oké, Elvio, voor jou. Jij gaat nu beginnen. Om het spannend te houden. Kijk eens, nou, dit is een makkelijke. Oeh, dat lijkt Cristiano wel. Dat lijkt Cristiano wel. Hé, hey, Elvio, nu wacht er een, hè. Ik wil ook het juichje zo zien, hè. Ik wil ook het juichje zo zien. Geen probleem. Met gewoon als die van mij of van hem? Laten we beginnen. Ja? Wat denk je ervan met zijn linker? Hé, wacht. Opnieuw neerleggen, je moet ook als Cristiano achterstappen, dat deed hij, hè. Oh, met links? Bro, je gaat niet halen, man. Kijk, hij legt het balletje neer. 5 pasjes naar achteren. Down, down. Oef. Even aan het huis. Kijk eens. En daar gaat hij. Daar gaat hij. Boom! Oeh! Wow! Oh, maar hij leek er wel heel erg op. Alleen het juichen niet, maar ja, je scoort ook niet.
Je hebt geluk, hè? Jouw linker! Ja? Hey, niet meekijken, keeper. Ik zie jou. Komt-ie. Oh, ik zie Den Bosch. Kijk, ja, dit is te doen. Dat is Den Bosch, mijn oude clubje dit toch? Dit is te doen. Dit is mijn oude clubje. Tegen mijn oude clubje nog beter. We doen dat. Als hij wint. Okay. Hij moet ook strak, hè? Huh? Jouw balletjes zijn heel zacht, man. Ja, laat maar zien. Kijk. Aanloopje. Pop. Hij ging toch laag? Ja, dat is gewoon op de grond. Ja, maar hij zit wel. Mannen, het gaat niet altijd om het scoren, het gaat om de uitvoeringen. Maar in ieder geval, als ik naar deze twee schoten kijk, is het weer een close call. Een close call. Ik moet zeggen, de moeilijkheidsgraad van jou was ook... Ja, die van jou was gewoon heel simpel. Gewoon die van jou simpel, was heel lastig. Ja. Wie nam het ook? Ik moet dan toch even een keuze gaan maken. En dan zeg ik dat de 3 punten naar LVO gaan. Ja, ja, gewonnen! Eerste keer gewonnen voor de treffers. Ja, ja. Eerste 3 punten zijn binnen. Wow. Eerste 3 punten. Hoe kan je winnen met 3 keer misschieten? Nee, ik wist het goed. Het gaat om het kopiëren. Hij lijkt hem. Hij leek meer op de jouw schot. Ja, jouw schot was weet echt wel, slecht. Weet je wel, ik gun jou die. Maak je niet uit. Maar wat is de straf? Wat moet hij gaan doen? Ik gun jou die. Niet vergeten, bro. Goeie straf, hè. Kontje knap? Nee, maar dat is zo'n standaard. Standaard? Dat is standaard. Hondje? Ik zie hem schaap. Nadenken. Schaap! Nee. Bro! Ja. Schaap, juist! Ja. Nee. Dit is te erg, man. Dit is leuk. Hij heeft gesproken. Oké. Op de knietjes. Wauw. Op de knietjes, daar naar die camera toe. Mag ik wel een balkje zo voor mij? Je mag bij hem staan als ze horen zijn herder. Heb je geen stok of zo? Geen stok. Hey, nee. Hij heeft veel respect, man. Oké, herder. Nee. Ja, dit was het alweer. Kappie de shot. We hebben schapen voorbij zien komen, we hebben missers gezien, we hebben alles gezien. Lucky, geen één hè deze keer? 2 overgekeken. Ah, dat is ook niet verkeerd. Dat is ook niet verkeerd. Vond je dit nou een leuke aflevering? Zorg dat je uiteraard deze video liked. Abonneer op ons YouTube kanaal, ons volgt op Insta. En binnenkort wanneer de wedstrijden weer zijn, hebben we alle samenvattingen die je terug kan kijken op icons.com. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.